Nou, de vijfde vraag die mij vaak gesteld wordt. Hoe financier je de levensstijl van een digital nomad? Vandaag wil ik het even hebben over het digital nomad bestaan wat ik sinds januari 2016 leid. Het begon eigenlijk op het moment dat ik besloot om voor mezelf te beginnen, eind 2015. En ik doe online werkzaamheden. Ik kan bijna al mijn klussen in eigen tijd doen. En toen dacht ik eigenlijk, hey, ik ben digital nomad of ik kan digital nomad worden. En het leek voorheen echt een soort van vage droom. En eigenlijk in een paar seconden vielen toen de puzzelstukjes op zijn plek van, hey, zo moeilijk is het niet. Ik heb nu online werk en ik ben eigen baas, dus het is mogelijk. Nou, ik wil het even hebben over de dingen die ik afgelopen jaar heb geleerd eigenlijk over het digital nomadschap. Eigenlijk 6 dingen zijn het. Eerste ding is, wat is een digital nomad? Ik vind het, de term begint een beetje een soort lading te krijgen die niet helemaal leuk is. Het wordt een beetje een hipster woord. En ik vind het ook vaak onterecht eigenlijk wat mensen bij digital nomad verwachten. Even strikt genomen zou ik zeggen, een digitale nomade is dus iemand die rondreist door middel van online werk. Alleen je hoeft natuurlijk niet altijd op reis te zijn om jezelf digital nomad te kunnen noemen, vind ik. Ik ben bijvoorbeeld afgelopen jaar 15 weken op reis geweest. Nou, dat vind ik wel veel. Ik had voorheen gewoon 5 weken vakantie per jaar via mijn werkgever. Dus 15 weken per jaar op reis heb ik kunnen doen doordat ik zelfstandiger ben en doordat ik mijn werk heb meegenomen, zo noem je het dan. Dus ja, ben ik dan geen digital nomad of ben ik een part-time digital nomad misschien? En zo heb je natuurlijk ook mensen die een half jaar op één plek wonen. Ben je dan nog wel digitale nomade? Want hoe nomadisch ben je als je je werk op een andere plek doet? Dus ja, er zijn verschillende definities natuurlijk mogelijk. Maar eigenlijk vind ik iemand die locatie-onafhankelijk kan werken en dat ook regelmatig doet, vind ik een digital nomad. En wat ze inhoudelijk dan doen, dat kan natuurlijk van alles zijn. Dus het is niet een beroep, het is een vorm eigenlijk. Nou, hoe word je dan digital nomad? Of digitale nomade? Eigenlijk heel simpel gezegd moet je ervoor zorgen dat je dus online werk doet. En dat je ook eigen baas bent om te zeggen ik doe dat ergens anders. Of dat je dus een werkgever hebt die dat goed vindt dat je in het buitenland zit. Dus ja, begin voor jezelf en doe dat online. En Cessa, dan vraag je waarschijnlijk af wat voor werk kan ik dan doen. Ik hoop dat je al een beetje in de hoek zit, want anders moet je ook nog een carrière switch maken. Maar niet getreurd, dat heb ik ook gedaan. Alleen niet met deze gedachte dat ik dit zou gaan doen. Maar goed, stel je denkt van wat moet ik nou gaan doen. Je kan bijvoorbeeld copywriter zijn, grafisch ontwerper, IT'er. Eigenlijk elk beroep waar je normaal gesproken ook de hele dag voor achter een computer zit. Want zolang je een computer hebt en wifi kan je je werk doen en kan je communiceren met je klanten of met je opdrachtgevers. Dus het is best wel breed eigenlijk. Wat je natuurlijk ook wil doen is dat je een baan zoekt die juist niet per se online is, maar wel locatie onafhankelijk. Dus dat je bijvoorbeeld kleding maakt of dat je lokaal aan de slag gaat elke keer. Bijvoorbeeld dat je docent bent en reist naar verschillende plekken waar je les geeft. Dat kan natuurlijk ook. Vraag 4, die ik ook vaak gesteld krijg. Niet alleen van digital nomads in de top, maar ook van andere freelancers in de top. Hoe vind ik opdrachtgevers? En dat is natuurlijk normaal al best een uitdaging. Maar helemaal als je niet in het land bent, dus dat je ook niet echt snel kan afspreken of even snel kan bellen. Je bent toch afhankelijk van tijdsverschil en soms is het gewoon fijn om even iemand toch te zien. Dus lang leven Skype. Maar hoe vind je opdrachtgevers? Ja, eigenlijk heb ik ervaren dat ik dat dus op dezelfde manier doe als dat ik in Nederland ben. En dat is gewoon heel veel online. Alles in de gaten houden. En ook zorgen dat je gevonden wordt. Dus laat goed weten wat je doet, wat je kan. Laat successen zien voor andere klanten. En als mensen denken, hey, dat wil ik ook, dat heb ik nodig, dan komen ze vanzelf erbij terecht. Dat is in ieder geval mijn ervaring.
En natuurlijk goed voor je eigen PR zorgen. Dus zorg ervoor dat je een keer geïnterviewd wordt over wat je doet. Of misschien over het digital nomadschap aan zich. Dat is ook altijd een leuke invalshoek. Als niemand je interviewt, dan vertel je zelf het verhaal misschien met een leuke blog die je weer deelt op social media. De vijfde vraag die mij vaak gesteld wordt. Hoe financier je de levensstijl van een digital nomad? Maar dan moet je eigenlijk beseffen dat het juist goedkoper kan zijn om als digital nomad te leven dan een normaal leven te leiden. Omdat, stel je woont in Nederland en je verdient 1500 euro per maand. Nou, dat is niet echt royaal. Ik kan in ieder geval daar niet heel goed van rondkomen in Nederland met de lasten en de kosten die ik hier heb. En de kosten van levensonderhoud hier. Maar stel je woont in Thailand en je verdient 1500 euro van dezelfde Nederlandse opdrachtgevers die ik nu heb. Dan kan je eigenlijk best wel lekker leven daar. De truc is natuurlijk, en dat is ook het prachtige van digital nomadschap, is dat je de westerse inkomsten hebt eigenlijk, maar dat je de kosten van levensonderhoud verlaagt. Dus zeker als je net begint en nog niet zo heel veel geld hebt en niet echt die lasten wil hebben, zou ik zeggen begin lekker in een goedkoop land, zoals inderdaad Thailand, Vietnam of Indonesië. En ga daar lekker beginnen met digital nomaden. En dan kan je eigenlijk voor een heel klein bedrag zo rondkomen en je droom verwezenlijken. Ja, en wat betreft mijn part-time digital nomadschap, hoe financier ik dat nou eigenlijk? Hoe ik eigenlijk mijn hele leven al mijn heel veel reizen financier. Heel veel opzij zetten voor reizen. Echt het grootste gedeelte van mijn geld gaat naar reizen. Ik heb geen auto, ik heb geen dure meubels, ik koop niet zoveel kleding meer als vroeger. Alles gaat naar reizen. En natuurlijk ben ik blogger en krijg ik ook af en toe iets gesponsord. Maar dat is helaas echt een klein deel. Prioriteiten stellen en doen. En zorgen dat je je kosten in Nederland natuurlijk zo laag mogelijk hebt als je in het buitenland zit. Want anders heb je een dubbele last. Dan zijn er natuurlijk nog allerlei praktische tips en tricks. Zoals het meenemen van mobiele opladers. Het meenemen van een wereldstekker, een stekkerblok. Zodat je je stekkers allemaal in één keer in de stekkerblok kan doen. En maar één wereldstekker nodig hebt. Dat zijn allemaal kleine tips natuurlijk. Zorg altijd dat je van tevoren goed checkt of er wifi is, hoe snel de wifi is, waar je dan dus heen gaat, wat de kosten zijn van levensonderhoud. Want je bent wel heel erg afhankelijk natuurlijk van de plek waar je zit. En als de wifi een keertje weg is of de wifi blijkt echt slecht, kan je gewoon je werk niet doen en komt er dus ook geen geld binnen. Dat kan best wel vermoeiend zijn, dus onderschat ook zeker niet. Het is niet alleen maar vakantie vieren, je moet ook gewoon je werk doen. En juist met zo'n mooie omgeving kan het soms best zwaar zijn dat je gewoon moet werken. Ik zie het meer zo, hoe fijn is het om tijdens je werk op reis te kunnen zijn in plaats van te moeten werken op reis. Het is net hoe je het bekijkt en het is ook voor iedereen een keuze. Je moet het zelf weten en weet dat het mogelijk is en kijk voor jezelf of het wat is. Misschien moet je het gewoon een keer proberen voor een paar weken of een maand of een paar maanden. En kijk of het wat voor je is en vind een vorm die bij je past en schaaf bij als dat nodig is. Mocht je na dit korte filmpje toch nog veel meer vragen hebben, laat ze vooral achter in de comments of onder mijn blog. Of wat ook leuk is, ik geef binnenkort een webinar over digital nomad worden en vooral de praktische tips van het voor jezelf beginnen en hoe ga je dan locatie onafhankelijk worden en hoe werkt het in de praktijk als digital nomad on the road. Ik geef ze dus 11 april samen met Jessica Loeker een webinar, de reislustige freelancer. We hebben het ook al een aantal keer fysiek georganiseerd in Utrecht. Maar omdat toch altijd mensen er niet bij kunnen zijn wegens allerlei redenen, dachten we gaan het een keer online proberen. Lekker digital nomad. Dus we hopen dat er nog veel meer mensen nu van kunnen genieten binnenkort. Dus ik zal even het linkje hieronder posten, mocht je interesse hebben. En als je alsnog vragen hebt, laat het me vooral weten. Dus ik hoop jullie te zien op het webinar of een andere keer ergens in de wereld als digital nomad.